Deze uitzending die gaat over Martin Heidegger en aanwezigheid. Zijn begrip over aanwezigheid, hij noemt dat da-zijn. Ben je er? Is tu daar? Wer bist du? Allemaal verschillende termen. Is iemand aanwezig? En wat is de aard van aanwezig zijn? Wat is de aard, wat is de intentie van aanwezigheid? Wanneer ben je aanwezig? Dat team in Engeland, wat onder de naam van William Shakespeare, dat is een regelrechte referentie aan het Griekse gebeuren met Athena. De godin Athena had een schuddende speer, een Shakespeare. William Shakespeare, die was een Milli Vanilli. Al die andere fraudeoperaties. In de taal. William Shakespeare heeft gezegd, dat team, to be or not to be, that is the question. Waar ben je? Want het waar, dat is, en iets anders niet. Een heilige uitspraak. Martin Heidegger had het bij het juiste eind. Christus Jezus stond erom bekend dat hij aanwezig was. Hij keek naar ons en dat was het. En op het einde heeft hij nog zo mooi gezegd, heel vriendelijk voor ons, hè? Van God, of mijn vader. Nee, je zegt niet tegen je vader, mijn vader. Ja, op een taalkundige manier heeft hij zich eruit gewurmd en gezegd, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik ben in die zin de antichrist, dat ik zeg van God maak ze af, want ze weten niet wat ze doen. Kill them alvast. Ik doe maar voorzichtig. Hè? Ik heb het over het aanwezig zijn. Daar zijn. Aanwezig. Jij hebt iets te vertellen. Jij hebt een leven meegemaakt. Jij kan Nederlands, want anders kan je mij niet verstaan. Nou dan. Ga aan de speed, man. Wees aanwezig. Wees in het moment. Wees precies waar je bent. Wees in die seconde. Wees in die tijd. Want iedereen om je heen heeft zijn ontwikkeling. Heeft een evolutie in zijn denken. Iedereen is aan het leren. Het hele idee van school, hè,
Want je moet dan verplicht, tegenwoordig verplicht, belachelijk. Maar goed, je moet verplicht naar school. Maar het is helemaal geen school. Het leven is een school. En laat je niet verleiden door valse profeten. Er is maar één boek voor de mensen. En dat is de Bijbel. Dat is alles. In de Bijbel kan je je ook verliezen. Kan je ook gekke dingen gaan doen. En dan ga je andere dominaties van christenen ga je op de brandstapel gooien. Ja. Dat zijn gekke dingen. Maar voor de rest is de Bijbel je aanwezigheid. Wat zou jij het niet fijn gevonden hebben om net zoals Nelson, die komt uit Chili, en dat was een politiek vluchteling, hij moest echt weg, hij was zijn leven niet zeker. En die zit hier, en die heeft aan mij eerlijk opgebiecht dat hij vals heeft gespeeld met Nederlands. Hij gebruikte dan van straat, maakte die straatje. Want dan kon je altijd het gebruiken. Dus het is het huis en het huisje. Maar het is de straat en het straatje. Nou, Nelson had het ontdekt. Want ja, als je alles maar verkleint met een je erachter, dan schrijf je alles goed. Nelson is een hele mooie man. En die vertelde mij bij het terras van de Wacht. Die vertelde mij van. Ik kreeg een e-mail binnen. Dat hij dan. Zijn vader was al dood. En zijn moeder las de Bijbel. Meer niet, hè? Hij zag zijn moeder de Bijbel lezen en vroeg aan zijn moeder, mama, waarom lees jij de Bijbel? En mama zei tegen Nelson, omdat het zo'n mooi boek is. Nelson zit nu hier in Nederland en ik was uit Chili, dus zijn moeder zit denk ik dood, of zo. Ik heb niet eens gevraagd. Hele lieve man, heel slim, heel aanwezig. En dan kun ik en hem, hè, daar zitten we bij dat café De Wacht, en dan kan je denken dat het anarchisten zijn. Je moet ontzettend passen op je woord daar, hoor. Maar als je daar een beetje achterover gaat lopen leunen en zo stikkie op het terras mag je nu nog roken hier in Nederland. Dat had ik alleen nog maar op IJsland of zo, of op Mars. Ja, dan kan je heel grof tegen elkaar praten. En lach, jongen. Het Nelson naar mij opbiecht. Ja, ik heb de hele boel voor de gek gehouden. Het Nederlands, ik vind het nog steeds niet te pruimen. Voor een Hablasa Española, dat vind ik veel leuker. En ik tegen hem een frase in het Spaanse. En hij zei, nee, that ain't no good. Hij me corrigeren. Daar kan ik helemaal geen Spaans. Ik bedoel, dos cerveza. Reken er maar op dat als je mij ergens een Spaanse stad instuurt en ik heb wat valuta bij me, dat ik 2 bier kan bestellen, hoor. Cerveza. Of vino. Tequila, dat is ook een heel mooi Spaans woord.
Dos tequila y dos cerveza. Maar dan ben ik voor de rest, als je dan geen citroen erbij krijgt en geen zout, ja, dan weet ik al, ja, zout is cel. Zo, hè? Cel, zeg je dan? Cel. Cel. Of zal. En een limon. En een tequila, lekker man. En dan erbij een beetje cerveza om dat hele meuk weg te spoelen. Dat voor gezeik. Het gaat om je aanwezigheid. Erg belangrijk. En veel mensen klagen over God, hè? Dus je hebt mensen die klagen over mensen die geloven in God. En dan heb je, ja, als God dan bestaat, waarom hebben we wateroverstromingsrampen? Nou, die zijn niet aanwezig. Die lopen als mieren in de rond. Als ik jullie was, dan zou ik gaan luisteren naar die playlist van mij. En die heet A.M. de Jong, nu nog. Maar die ga ik van naam veranderen. Als het mij lukt, op het YouTube interface. Het gaat over het boek De Martelgang van Kromme Linder. Het gaat over je aanwezigheid. En die mieren die versuipen. Want mieren zijn niet aanwezig. Olifanten zijn niet te vreten. Wat moet je ermee? In India is de koe is heilig, hè? Maar olifanten zijn niet te vreten. Volgens mij, ik heb nog nooit op het internet een recept gezien van olifantenvlees. Het gaat over aanwezigheid. Het is mijn aanwezigheid waar ik het over heb. Misschien heb jij ook nog nooit een recept gezien van olifantvlees. Terwijl een olifant, nou, er zit een hoop vlees aan. Hoor. Een vet, vooral veel vet. Maar wij laten die olifanten zo oud worden in dierentuinen. En dan zijn ze niet meer tevreden. Dat snap ik ook wel. Wat een oude vet. Het gaat over je aanwezigheid. Dat jij beseft waar je bent. Ik kan het niet genoeg benadrukken dat ik jou niet kan vertellen waar jij bent. Ik weet niet wat jouw Dasein is. Martin Heidegger, een Dasein. Aanwezigheid. Ik weet het niet. Ik heb drama's meegemaakt, jongen. Ik had een vriendje. En dan had je op school, moest je verplicht gymles. Gadverdamme. En dan moet je met z'n allen samen gaan douchen. En dan sta je met al die jongetjes onder de douche. Ik vind het zo smerig. Vond ik toen al hoor. Ik dacht, waarom is dit de norm? Hè? En dat vriendje van mij, ik woonde in de gele flat. Hij woonde in de blauwe flat en daarachter was de rode flat en daar zaten de bejaarden. Er waren geen kinderen daar, maar wel in de blauwe flat. En hij woonde in de blauwe flat, rechterkant van de rechtervleugel, op de
derde verdieping of zo. Die had een penis. Dat was net een uitgegroeide klit. Dat was it. That was it. Een heel kleintje. Ik zou het net aan. Dat is je aanwezigheid. Ik had medelijden met mijn vriendje. Hij kon heel goed tekenen. Dat wel. Heel veel speelgoed had hij. Ik vraag me af wat er van hem gekomen is. Een grote lul had hij niet. Om even te vertellen, heel eerlijk, dat slaat nergens op, maar als ik dan echt een erectie krijg, dan komt mijn lul net, mijn akel, tot aan de onderkant van mijn navel. En dan moet ik wel een heel goed gevoel hebben, hoor. En dan groeit hij, hoor. Dan... Als zijn lul een erectie heeft, dan komt hij net uit boven zijn schaamhaar. Dan zijn er van die negers en die hebben dan een hele langere lul, zeggen ze. Maar ik vind dat aan je navel lang genoeg, hoor. Moet hij wel, ja, dan moet ik wel echt... heel veel dingen indenken van, oh, wat heb ik zin aan nageslacht. Het gaat over een aanwezig zijn. Het waal niet af. Ja, ik heb nog een pot bier, dus draai je maar lekker om. Ik ga niet schreeuwen, ik ben er heel lang mee klaar. Ik heb eigenlijk nergens meer zin in. Behalve succes. Succes lijkt me leuk. Om mijn dochter te kakken te zetten. Van jij mij in de steek laten. Mij, de Elvis Presley. Van het begin van de 21ste eeuw. Op het gebied van logica, taalfilosofie, economie en geldfinanciering. Een kindje van God, denk ik. Ja, aanwezigheid. Ik ga dan 2 keer per dag naar de supermarkt. Ik kan ook 1 keer per dag gaan. En dan haal ik in 1 keer al het bier voor 1 dag. Maar dat doe ik niet. Ik haal de helft van het bier. En dan ga ik weer. Oh, mijn bier is op. Oh, ik moet weer naar buiten. Dat is goed voor mijn lichaam. Een beetje trainen. Ik krijg een mail binnen van Wim van de deelauto. Ja. Moet je weer over nadenken. Dat is je aanwezigheid. Christus is voor onze zonden gestorven aan het kruis. De dood, het heengaan van Christus, dat was moord. Legale moord. Want Christus heeft er zelf om gevraagd. Hij wist dat het zou gaan gebeuren. Vandaar dat laatste avondmaal. Van er 1 keer samen vreten, een beetje drinken. En dat brood wat je eet, dat is mijn lichaam. En die wijn die je drinkt, dat is mijn bloed.
Ja, dat was op die dag, op die avond, was dat zo. En Christus had daar een bedoeling mee. Christus was aanwezig. Christus was aanwezigheid. En wij zijn het niet. Wij zijn half aanwezig, stupide aanwezig, een beetje wammeswaggel. Dat is een karakter uit de boeken van Martin Toonder. Dat zijn wij. Ik kan er niks aan doen. Ik kan het niet verbeteren. Dat lukt mij niet. Ik wil niemand voor de schenen schoppen. Het gaat om je aanwezigheid. Jij weet meer van jouw leven dan ik. Ga op bezoek bij je tante. Doe het. En ben jij een vrouw? Ja, zorg voor een man. In de zin dat je een mannetje heeft een autootje. Ja, zorg voor een man. Heb een man. En ga langs bij tante Gerda. Absorbeer die aanwezigheden. Hoe de klok zo langzaam tikt. En wat gaan we nu weer doen? Laat dat langzame op je inkomen. En daarmee word jij snel. Martin Heidegger heeft gezegd, het gaat over zijn en tijd. Bij het schaken is er ook, er zijn verschillende competities. En in de 2 plus 1 competitie heb ik 1000 punten. En de 5.3 competitie, dat is 5 minuten plus 3 seconden. Heb ik ook iets van 1000 punten. En bij 15 plus 15, dus heb 15 minuten speeltijd plus 15 seconden per set. Heb ik 1324 of zo. Dus ook niet hoog, maar wel aanzienlijk. Of niet? Nou dan. Het gaat om je aanwezig zijn. Dat je er bent. En dat je niet je tijd verspild hebt. Want tijd is het enige wat er is. Om te doen. Hij begrijpt dat. Tijd is zo belangrijk. Waar besteed jij die aan? Waar is jouw aanwezigheid? Irgendwo? Ben jij een verre wegdenker? Dat is kut. Of kloten. Ik wil niet seksistisch overkomen. Maar als jij
een verdenker bent, dat je denkt in de toekomst. Oh, de toekomst, wat leuk. Ja, dat is kut. En kloten. Totaal niet goed. Je bent er niet. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, die heeft er ook over gesproken. Maar mensen waren verbaasd dat Krishnamurti, die had godganse tijd migraine, maar die had hier om een of andere reden geen last van. En hij heeft verbleven in Ommen. Ik zou nog een keer een uitzending moeten houden over Krishnamurti, maar deze gaat over Martin Heidegger en aanwezigheid. Stuk voor stukken, alle filosofen. Dus Jiddu Krishnamurti, die komt nog aan de beurt. Want ik heb mijn onderzoek gedaan. Suleiman Swa. Voor mij dan. Want ik vreet niks voordat ik het geproefd heb. Als het niet smaakt, dan spuug ik het uit. Of kotsen. Of diarree. Ook geestelijk. Ik heb een tijdje geloofd in... Dat is wel verschrikkelijk. Dat mag mijn dochter mij nog verwijten. Dit gaat over aanwezigheid, hè? Maar ik heb mijn dochter laten kijken naar die hele serie. Adolf Hitler, The Story Never Told. Oh. Ja, dat is geestelijke diarree. Dat zal ik nooit meer doen. Er zijn wel meer vaders die stomme dingen hebben gedaan. Dat snap ik ook. Maar dat zou ik... Nee. Oh, wat was dat stom. Ik schaam mij voor mijn lichaam. Hoe stupide en langzaam van begrip dat was. In die dagen dat ik heb... Mijn kind, Nina, alle uitzendingen laten zien. 22 uitzendingen van 16 minuten per keer. Om de Joden de schuld te geven. Hoe stom kon ik wezen? Ik was onaanwezig. Nou, niet erg, maar ja, ik was onder de indruk. Maar ja, die katholieken die weten altijd weer van die leuke dingetjes te verzinnen. En dan trap je er weer in, hè. En dan krijgen de Joden, die krijgen de schuld. Er is zo'n grap en die luidt van voetbal is een geinig spel. Het werkt als volgt. De Duitsers winnen. Voetbal werkt als volgt. Je hebt 11 man tegen 11 man. En de Duitsers winnen. Maar ik zeg, religie en politiek is allemaal heel erg geinig. Maar die katholieke kutkerk, die wint. Tot nu toe. Qua materie en stomme gebouwen. Ik vind het helemaal niks. Er zat hier in Arnhem staat er een Eusebiuskerk. Ik haal dat hele ding omlaag. Ik dan, hè? Weg ermee. Alleen maar een doelwit. Meer niet. Bij het station in Arnhem hebben ze... Maar die twee torens opgericht, two towers.
een of andere architect heeft het uitgetekend. En ze staan er nou helemaal vol met verzekeringsmaatschappijen, architectenbureaus. Ik vind het niks. Is mijn aanwezigheid niet. Ik hou van mensen met leuke kinderen. Kinderen die blij zijn. Lekker over straat kunnen hollen. Van alles. Over chipkaarten afschaffen. Iedereen betaalt per jaar een openbaar vervoer bijdrage. Of je doet het niet. Maar dan moet je betalen. Maar als jij een openbaar vervoer bijdrage betaalt, dan krijg je een nummer. Mag je gratis openbaar vervoer. En wat kost dat nou, openbaar vervoer? Ja, maar de ene die rijdt veel meer dan de andere. Ja, dan ben. Gewoon gratis. Daarom is het toch ook openbaar vervoer. Gewoon geen gezeik. Een strikte scheiding tussen termen. Je kan ook betaald vervoer hebben, maar dat zijn private ondernemingen. En die mogen ook bij het station staan. Als er een plek is en er staan taxis of Ubers of whatever, kan je instappen en dan, we gaan allemaal naar hier naartoe. Dat is privaat. Dat is betaald. Maar de normale verbindingen, vanaf Arnhem naar Wageningen bijvoorbeeld, zo'n lijn naar Arnhem naar Utrecht, gaat een bus. Dat moet openbaar zijn. Moet openbaar zijn. Dat is mijn aanwezigheid. Er moet continu een lijn zijn van Arnhem naar Utrecht. Heel belangrijk. En die is gratis voor degene die reist. Geen bliep bliep bloep bloep. Nee, helemaal niet. Je betaalt je burgerlidmaatschap. Je draagt bij voor zoveel euro per maand. En dat is het. En als de olieprijs stijgt, ja, dan moet die prijs omhoog. Ja. Die je maandelijks betaalt, iedereen. Want ook mensen die niet met het openbaar vervoer reizen, omdat ze ouder van dagen zijn, en die hebben helemaal verzuurde benen, en die hebben helemaal geen zin in die pliep, pliep, de boem, 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 boem. Maar ze hebben wel zin dat er mensen op bezoek komen. Dus die betalen dan een tientje per maand of zo. Dat neef Gerard op bezoek kan komen. Daar geloof ik in. De aanwezigheid. En meer is er niet dan. En die gekkigheid van die rare kermis. Met Geert Wilders. Die achternaam alleen al. Ja, ga er maar aan staan. Idioterie.
Dat is mijn aanwezigheid. Dat is de aanwezigheid van de mens. Momenteel allemaal. Ik moet een strookje cola nemen. Even mijn keel spoelen. Dat is mijn aanwezigheid. Het is heel onduidelijk waar het naartoe moet. Ik weet het niet. Economisch, logisch kan ik voorspellen dat het inkomen qua waren, dus de kwaliteit van de spullen die je kan vergaren om daar iets van te maken, die gaat dalen. We zullen meer linzensoep gaan eten. Lekker met uitjes. Een lekkere rijst. Dat weet ik wel. En de pleuris gaat uitbreken. Het gaat knallen. God gaat dit niet pikken. Deze onzondigheid. Dus, geen gangbaar pad. Dan kan je linksom denken, dan kan je rechtsom denken. Maak geen donder uit. Jij gaat zonder meer. En God gaat de goede kant op. De algemene wil, dat is God. De wil die algemeen is, de katholieke wil. Niet van de katholieke kerk, maar de algemene. De wil, dat is genoeg. De wil die tot macht komt. Dat is bezig. Uit de Schopenhauer heeft ze mooi gezegd. Het ergste komt nog. 1811 of zo. Misschien bedoelde Arthur Schopenhauer die concentrationslager. Honderd jaar later. Misschien bedoelde Arthur Schopenhauer iets nog ergers. Ik bedoel iets nog ergers. Het allerergste komt. Het eerste wat we moeten doen, is over mijn aanwezigheid, hè? Ik ben taalkundige. Het eerste wat we moeten doen, is er moet een mondiaal financieel systeem komen. Dat wordt een hele battle, want dan moeten die aristocraten, dat wordt heel vervelend voor die aristocraten. Want die Federal Reserve is daarmee, die reservebank. En de bank van de internationale settlingen, de settlements, de internationale overeenkomsten, BIS. Ja, die kunnen wel inpakken met hun papierhandel. Die papierhandel moet stoppen, de handel in goud moet stoppen. Het gaat alleen nog maar over diensten en goederen. Nou, wat een battle, jongen. Nou, wat er dan gaat gebeuren als we dat voor elkaar hebben gekregen, dan gaan wij
dan hebben wij eindelijk de data om econometrie te gaan toepassen en te testen. Dus econometrische modellen. Wat werkt? Het gaat erom wat de maximale, optimale en minimale belastingdruk is van een regio. Dus als een regio te veel belasting heft, dat er dan gezegd wordt, oh, die regio, niet goed, niet goed, niet goed, oh, red alert, red alert, red alert. En je hebt ook de minimale belastingdruk. En als een regio daaronder zit, dat is ook niet goed. En je hebt de optimale belastingdruk. Dat is econometrie, die leert dat. En daarvoor heeft de econometrie met al die modellen data nodig. En die data graag uit één systeem. Namelijk, een transactie bestaat uit twee personen. De eerste is de gever. De tweede is de ontvanger. En de derde is de waarde. Uitgedrukt in de basisvaluta. De florijn, zou ik zeggen. Maar daar kan je uren over discussiëren. Maar de bloem. Gewoon één bloem. That's it. En dan aanhangende gegevens erbij. Wat de aard van de transactie was. En de datum natuurlijk. That's it. En die econometristen, die kunnen daar wat mee. Die kunnen daar een model van maken. En bepalen wat de optimale belastingdruk is. Belasting moet geheven worden. Het kan niet anders. Met die Renault Clio van ons. Ja, Wim Kruidentuin, dat is de gouvernant. Ja, die moet geld krijgen. Natuurlijk moet de gouvernant geld krijgen. Wim houdt alles bij. Het is zo makkelijk het leven, hoor. Echt helemaal niet moeilijk. Totaal niet waar. Alleen wij doen het niet. We maken ons zorgen over CO2. Ik maak me zorgen over het feit dat Henk J. Maus, die de officier van justitie was tegen Jasper Steringa, die dat requisitoor heeft geschreven, en dat heb ik in hier in huis. Ik heb die PDF. En die strafadvocaat waar ik toevallig was, vanwege een akkefietje, en was verder niks aan de hand. Niets om je zorgen over te maken. En die zei, hoe kom je aan het requisitoor? En trouwens, hoe weet jij dat het requisitoor is? Ik zei, ja, dat weet ik. Dat is OI. Dus, je zou zeggen, requisitoir, net als trottoir. Maar een requisitoor, dat is Nederlands. Dus OI. Ik maak me daar zorgen over. Verschrikkelijke dagelijksheid. Een jonge vrouw in Friesland is vermoord. Dat is nu 2019. Dat is vermoord op
30 april 1999. En iedereen die stopt zijn rechter wijsvinger in zijn rechter neusgat en kijkt naar het plafond. Dat is mijn oordeel. Niet zo heel fijn. Zo. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik sprak vandaag over de telefoon, per ongeluk, met je. Dat is een pleegkind van Wim Kruidentuin. Zij nam de telefoon op. Met je op de telefoon van Wim. Ik zeg hallo. En zij zei, dag Perry. Ik zei, hoe weet je dat ik het ben? Ik belde op die telefoon van Wim Kruidentuin, maar die heeft zo'n oude telefoon met een draaischijver. Want die doet het nog steeds. Dus, ja. Geen nummerherkenning, helemaal niks. Hoor. Ja, zei ze. Ik hoor je stem. En haar stem was mooi, man. Super tof. En ik heb met je dus. Ik ben met je, de pleegdochter van Wim. De dochter van Ronald. Dat is een Facebook-vriend van mij. Beetje raar knul. Niet verkeerd of zo. Ook iemand met een gang. En zij, haar stem, daar ging het mij om. De aanwezigheid, daar heb ik het over. Hè? Haar stem. Zo. Kijk, een stem heeft een timbre. Je praat rustig. Stel je hebt een baby. En die wordt helemaal rustig. En dan doe je het licht uit en dan brul je, ga slapen! Dat moet je niet doen, hè. Als jij je baby in bedje legt, dan lamp je uit. Dan zeg je helemaal niks. De deur op een kiertje. Voor de frisse lucht. Voor de rest niks. Dat is jouw aanwezigheid. Krokodillen bestaan alleen maar omdat er nieuwe krokodillen willen komen. En allerlei aanwezigheden. Ik wil krokodil zijn. Ik wil krokodil zijn. Ja. En daarvoor moeten krokodillen neuken. En zo verschrikkelijk is dat niet. Je gaat mij niet vertellen dat krokodillen het vervelend vinden om te neuken. Of wel? Nou dan. En met je, ik hoorde die stem. Ik dacht, oh jezus, mijn kist. En nou maar hopen dat die kerel voldoende poen heeft. En met je zwanger. Zo zal de moeder blij zijn. En Wim Kruidentuin. We gaan helemaal joepelen.
als je aanwezigheid, als je dat ziet. En de Vader natuurlijk ook. Het is helemaal geen onaardige kerel hoor, die Vader. En Wim Kruidentuin, die kent hem ook heel goed. Maar dat zal moeten. En ik hoorde die stemmen. Ik denk, oh meisje, meisje. En ik heb momenteel hijsa met mijn dochter. Al een hele lange tijd eigenlijk hoor. Maar die hijsa werd erger en erger en erger. Ik heb Stockholm-syndroom gehad met mijn dochter. Cognitieve dissonantie. Rare mensen om mijn dochter. Ik snap dat niet. Maar met je zei nog tegen mij van ja, maar wat jij gedaan hebt was niet echt handig. Ja, dat snap ik ook wel. Ha 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 ha. Maar ik heb met je aan mijn kant. Ik ben aanwezig. Met je zei van, ik ben gestopt met zuipen. Ik doe het niet meer. Als ik ga zuipen, dan maak ik ruzie. Ik doe het niet meer. Maar een beetje wel. Een paar glaasjes. Maar niet meer doorzuipen. Krijg gezeik mee. Ze heeft een nieuw vriendje. Of een nieuwe vriend. En die vorige vrienden, die heb ik niet ontmoet. Ik wil graag een keer. En ze zei nog tegen mij van, we gaan een feestje doen. En bij mij thuis. Dan zal de vriend zal er ook zijn. Ik ben benieuwd. Een examen met Wim Kruidentuin daar naartoe. Ik weet ongeveer waar ze woont. Ik vroeg naar een metje, wat moet ik dan meenemen? En metje zei, helemaal niks. Gewoon een wiedergutmaching. Maar goed. Gewoon een vest. Nou, dan neem ik wel hash mee of zo. Mijn dochter zou er ook moeten komen. Maar ja, die is meer van het fascistische gebeuren. Mijn dochter is katholiek. Universeel gelovend. Een beetje aan de nare kant. Ja, zo gaan die dingen, hè. Niet mijn keuze. Ik wist zeker dat ik die moeder van mij, dat is mijn aanwezigheid, hè? Het gaat over aanwezigheid. Dat is daar zijn. Maar die moeder, die moest ik zwanger maken. Ik wist het. Zij vroeg erom, namelijk. Ze had zaadvragende ogen. Om maar een oud-Nederlandse term uit te boekenkast te halen. Dat is mijn daarzijn. Nou, dat kind van mij is een mooi apparaat, jongen. IQ van 136 of zo. Als je een beetje de best doet, als je maar een beetje boe roept, is het net Robert James Fisher die zegt, wel, ja, ik heb verloren, want het publiek was zo rumoerig. Maar 136 moet ze kunnen doen. Dat is boven het gemiddelde van de Ashkenazi-Joden. Die het hoogste IQ hebben. By the way. Het is mijn aanwezigheid dat ik dat weet. IQ-testen, kan je zeggen dat ze racistisch zijn, maar dat zijn ze niet. Want er staat niet eens iets van letters in. Het gaat alleen maar over patroonherkenning en
Oh, B. Ping. That's okay. Volgende. En dan maar zoveel seconden op de klok. Ja, die Ashkenazi-Joden, ja, die scoren high, man. 110, hè. Nou, ik zit ver boven de 120. Ik, ver boven de 120. Moet ik uitgerust zijn en even een beetje testen van tevoren. Maar, ja, ik kan schaken. Niet op het niveau van Carlsen of zo, of Michael Tal of Paul Keres of Paul Murphy of Robert James Fisher. Of, nee, natuurlijk niet. Het zijn prodigies, heette die na. Wonderkinderen. Ook een beetje knetter natuurlijk, maar. We hebben die stranglers toch? Dat gaat over mij aanwezigheid. De stranglers, die band uit eind jaren 70. If the money is still good. But if the money is still good. Als het geld oplevert. Just get a grip on yourself. If the money is still good, just get a grip on yourself. Dat klopt wel. Merkwaardige band. Die vent, van mijn aanwezigheid dan. Hè? Immanuel Kant heeft gezegd dat metafysica gebaseerd dient te zijn op empirie. Op waarneming. Ik geloof daarin. Maar Hugh Cornwell, die zanger van de Stranglers, man, wat een goede tekst dan. En een mooie stem. Het nummer Golden Brown. Prachtig. En die band is uit elkaar gevallen. En hoe, weet ik ook niet. En toen is Hugh Cornwell nog in zijn eentje doorgegaan. Ik kan bijna nog eventjes dat muziekje opzetten. Maar dat doe ik niet. Er is op YouTube, kan je dat vinden. Hugh Cornwell. Dat nummer is dan... Better watch out for the skin deep. Pas op voor oppervlakkige mensen. De uitvoering is prachtig. En een meisje doet de bas, hij doet de gitaartje en zang, en een of andere sukkel die zit achter de drums. Een ezel. Tjok, 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 tjok. Better watch out for the skinny. Many people tell you the... Zeg maar even, de tekst kan ik even bijpakken. Het gaat over aanwezigheid. Hugh Cornwell, de leading guy van de Stranglers, de Wurgers, die was aanwezig. Die had het in de gaten. Of je mag mijn onderbuik opensnijden. En mijn darmen vallen naar buiten. Tot op mijn tenen. Want ik denk dat ik ongeveer zoveel darmen heb.
Dan mag je daarna, dan begint het te bloeden natuurlijk, hè. Dan mag je mijn pik eraf snijden. Dan ga ik nog meer bloeden. En dan ga je die pik eventjes in het zuur leggen. En rond te wentelen, helemaal zuur. En dan in 180 graden frituur. En dat zie ik allemaal met mijn ogen. Ja. En dan komt mijn pik, die komt eruit en die wordt opengesneden. En dan mayonaise erin, ketchup erboven. Een beetje van die hele hete lekkere senfe uit Duitsland, mosterd. Ook nog erbij, uitje eroverheen. En die mag je opeten terwijl mijn ogen nog kunnen kijken. Zonder meer. Geen enkel probleem. Op voorwaarde dat ik lieg. Kom, we gaan even kijken hoor. Naar die tekst. Even. De stranglers. Better watch out. Better. Better, ja, better watch out. De tekst is: many people tell you that they are your friend. You believe them. You need them. For what is round the river bend? Make sure that you are receiving the signals they send. Because, brother, you have only got two hands to lend. Een mooie tekst, hè? Vind je niet? Is het nummer 1? Er komen twee coupletten. Het is een mooie compositie. Twee coupletten. En dan het refrein. Ik kan het zo gaan luisteren op internet. Stranglers. Better watch out. Hoor je het zo, hoor. Ik ga het even hebben over die tekst. Het gaat over mijn aanwezigheid. Wat dit inhoudt. En hoe gerust wij kunnen zijn. Veel mensen die klampen je aan. En je gelooft ze. En je hebt ze nodig. Daar zit die hele goeie van Hugh Cornwell. Mensen klampen je aan. Je gelooft ze. En je hebt dat ook nodig. Dat mensen je aanklampen. Want dan word je heel veel mensen of zo. En dat doe je omdat je niet zeker bent wat de verandering gaat worden. For what is round the river bend. Een rivier, een meander. Iedereen is in een bepaalde mate bang voor verandering. Ik niet zo heel veel, maar ik heb ook helemaal niks te verliezen. Ik heb een ander leven dan de meeste mensen. Dat is mijn aanwezigheid. Nou goed, dan gaan we even opnieuw dan. Many people tell you that they are your friend.
You believe them. You need them for what is round the river bend. Voor dat wat nog moet komen. Make sure that you are receiving the signals they send. Because, brother, you have only got two hands to lend. Met die muziek erbij, dan kan je gaan huilen, man. Of lekker dansen met je dikke wijf. Dat is mijn aanwezigheid. Hè? Ik hou van dikke wijven die dansen. Ik hou van dikke wijven. Ik hou van wijven, namelijk. Ik hou van mensen. Dus ook van wijven. Dus wijven zijn voor mij mensen. Ja. Ja. Ik hou van mensen. In zekere zin ben ik volgens de Huppeltje Puppe ben ik satanistisch. Want ik hou van mensen. Ik ken een jongen die Jesse. Jesse Beugelink. Is een Facebook vriend van mij. Die is satanist. En van hem hou ik. Gek, hè? Ik als christen. En ik hou van Jesse. Het enige vervelende aan Jesse vind ik dat hij veel vaker wint met schaken dan ik. Aan de andere kant denk ik, ja, dat komt door mijn Korsakov. En het is dus niet de schuld van Jesse dat hij de hele tijd van me wint. Nee, het is de schuld van mij dat ik te veel drink. Laten we de dame erop houden. Nou, dit was. Ik moet een afsluiting maken. Want wat ik nu heb gedaan. Ik heb uit mijn dagelijks leven feiten opgelepeld. Over het dasein. De aanwezigheid. Wie is er aanwezig? Wie oh wie? Jij? Ik heb je net een paar voorbeelden verteld. Ben jij aanwezig? Are you there? En waar ben je dan? Nou, en daar gaat het om. Ja? En er is geen hulp voor jou in de zin van Perry Winkle. De enige hulp die ik je kan bieden is dat er geen hulp is. Lees een droevig boek en ga huilen. Ik ben niet je vriend of zo. Ik ben de antichrist. Ik heb nog bier. Nee, maar serieus, lievers. Ga lekker slapen. Alle gekheid op een stokje. Het maakt niet uit. Wat uitmaakt, is wat jij gaat meemaken. Want jij hebt een vrije keuze. En je wandelt regelrecht het witte licht in. Of je dwaalt in 50 tinten grijs. Op zijn Hamburgs, de stad die in opdracht van het Vaticaan gevuurbombardeerd is. Inclusief gebouwen, paarden, bolderkarren, schuurtjes,
scheidingswandjes tussen tuinen, hele gebouwen, oude vrouwen, kinderen, ja, en de rest. Hè. Een groot drama. Dat is mijn aanwezigheid, want ik weet dat. Ik weet dat dat gebeurd is in Hamburg. En wat had Hamburg dan de fok gedaan? Niks toch? Nou dan. En daarom zeg ik op zijn Hamburgs. Tjus. En dag lieverds.